Dames en heren, hallo. Dit is de oefentaaltoets van thema 7. We gaan kijken naar oefening 1. Daar staat: de zin bestaat uit 3 delen. Welke 2 nieuwe zinnen kun je maken met deze zinsdelen? Dus die 3 delen. Maak een vraagzin en een nieuwe vertelzin. De eerste doen we samen. En de tweede mag je zelf doen. De voetballer maakt een doelpunt. Hey, 3 delen. 1, 2, 3. Vraagzin. Maakt de voetballer een doelpunt? En dan schrijf je het vraagteken. En de vertelzin wordt: een doelpunt maakt de voetballer. Duidelijk? Nou mag je zelf nummer 2 doen. Je ziet hier de 3 delen en die moet je in een andere volgorde zetten. Gaan we naar oefening 2. De zin bestaat uit 4 delen. Welke 2 nieuwe zinnen kun je maken met deze zinsdelen? Maak een vraagzin en een nieuwe vertelzin. Nou, die 4 delen, hier zie je ze. Peter pakt een potlood uit de kast. Dat wordt: Peter 1 pakt 2 een potlood 3 uit de kast 4. Maak je een vraagzin en een vertelzin. Gaan we naar oefening 3. Wat is het voorzetsel in de zin? Zet er een streep onder. Nou, de hele week hebben we geoefend met zinnen maken en daar hadden we ook steeds een voorzetsel bij. Nu moeten we naar de zin kijken en een streepje onder het voorzetsel zetten. De bal ligt op de kast. Op is het voorzetsel, dus daar zet jij een streepje onder. Wij zitten voor de televisie. Voor is het voorzetsel en daar trek jij een streepje onder. En dat doe je met al die andere zinnen. Ik speel met mijn vriendinnetje. De lamp hangt boven de tafel. Het net hangt tussen de palen. Wil jij naast mij zitten? De postbode gooit de brief door de brievenbus. En mijn schrift ligt onder de tafel. Gaan we naar de volgende oefening. Oefening 4. Kijk naar het plaatje. Maak de zin af met een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Hebben we de hele week geoefend. Dit is de piraat. Maak je af: de piraat heeft een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. We kijken even naar de piraat. Je zou iets over dat vogeltje kunnen zeggen. Zin 2. De speler gooit lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. Dit is de speler. Hij heeft iets in zijn handen. Maak daar de zin mee af. 3. De hond heeft lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. Hier is de hond. Zie je hem goed? 4. Het huis heeft lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. Dit is het huis. Je zou iets over ramen kunnen zeggen of over het dak. Oefening 4. Maak de zin af. De zin is: Peter is bijna jarig. Op welke dag is Peter jarig? Kijk eens naar de kalender. April. En dan zie je een rondje om een nummer staan. En op die dag is hij jarig. Die dag heeft ook nog een naam. Dat staat hierboven. Twee. De dokter, deze dokter, een dierenarts, draagt een dier. Wat draagt de dokter?
Kijk eens goed naar het dier dat zij draagt. De dokter draagt een... Vul maar in. Kijk maar naar dat dier. De speler vangt. Wat vangt de speler? Kijken we even naar de speler. Hij vangt iets. De speler vangt... Lidwoord, zelfstandig naamwoord. Marloes geeft de planten water. Wat gebruikt Marloes? Kijk eens naar Marloes. Zij geeft de planten water met een... Hoe heet dit ding? Marloes gebruikt een... Puntje, puntje, puntje. Nou, dames en heren, dat was de oefentoets. Ik denk dat dat niet te moeilijk was. Heel veel succes!